Ik ben toegelaten op de voetbalschool en ik heb over een week het grootste voetbaltoernooi ooit. Mijn coach wil gelijk beginnen met de eerste training. Goed, ik sta hier nu in het mega grote voetbalstadion. En de bedoeling is dat ik hier nu samen met mijn coach een team ga kiezen waarvoor ik ga voetballen. We kunnen voorbij kiezen voor de creeper, voor de enderman, voor het varken, zombie, strider, squid of de schapen. En ik denk aangezien geel, ik ben geel. Dus ik denk dat het bijenteam het beste team gaat zijn. Hoppakee, we kiezen team bij. Nice choice. Goeie keuze, coach. Mijn coach is trouwens Engels, sorry. Nee, hier beginnen we. Het is niks speciaal. Ja, het heeft alles wat we nodig hebben, jongens. Dit is de kleedkamer. Oké, hier kan ik dus alles customizen en zo. Goed, vandaag is dag 1 om te gaan trainen, jongens. Ik moet snel naar de coach toe. We zijn hier bij mijn oefentrainveldje. Het stelt niet heel veel voor, maar het is wel gewoon hartstikke leuk. De coach staat hier links. En laten we eerst even het veld bekijken. Want als ik het zo zie, ja, dit veld ziet er gewoon goed uit, jongens. We hebben hier een mooi doel. We hebben daar een mooi doel. Ik denk dat we hier wel gewoon goed kunnen voetballen. Laten we kijken. Coach, wat heb jij voor mij vandaag? Welcome to your first day of training. De eerste dag trainen. Oké, we gaan in de basis gaan we beginnen. Oké, we gaan schieten. Oh. Oké. Ik kan dus mikken. En dan moet ik, zeg maar, terwijl het balkje op het groene moment, op het groene balkje is, dan moet ik schieten. Laten we gewoon eerst even simpel in het midden schieten. Komt-ie, hè? 3, 2, 1. Boom. Oh, huh? Oh, ik moet echt, ik moet daadwerkelijk tegen de bal aanrennen. Nee, dat geloof ik niet. Komt-ie. Boom. Huh? Hoe werkt dit? Hoe schiet ik? Oh, zo. Run into the football to kick it. Oh, boom. Hey, ja. Oké. Ik weet hoe ik moet schieten nu. Laten we nog een keer proberen. Nu hebben we een keepertje erbij. Oké, we hebben een keeper erbij, jongens. We hebben een keeper erbij. Laten we eerst mikken in de kruising. En dan nu. En dan tegen de bal rennen. 3, 2, 1. Boom. Nice. Hoppa. Oké, dat hebben we goede punten gescoord. Laten we dan nu links onder in de hoek proberen. Want daar duikte hij net. Maar wel echt ver in de hoek. En dan moet hij weer in het groene. Zo. En dan schieten we. Ponk. Huh? Miste ik? Volgens mij miste ik. Dat meen je. Oké, dan is de rechte kruising is toch een stukje veiliger. Boom. Huh? Heb ik niet genoeg power of zo? Volgens mij moet ik harder tegen de bal aanrennen. Ik denk dat dat het is. Hier, harder tegen de bal aan. Boom. Oh. Oké. Harder tegen de bal aanrennen. Oké, kom op, jongens. Dit kunnen we. We moeten wel goed oefenen, want ik moet me klaarstomen voor... Hey, juist, oké. Ik moet mezelf klaarstomen voor de... Toernooi. Oh, dit is, waarom schiet ik nu? Deze gaat echt niet accuraat worden. Oh, niks. Ik scoorde nog, of niet? Oké, de tijd is voorbij. Tijd is om. Hey, wat zijn mijn scoren? Ik heb een goed mijn best gedaan. Dankjewel, coach. Je bent echt een topcoach. We hebben goed ge... We moeten nu rusten. Oké, morgen gaan we verder. Laten we even rusten, jongens. Het is tijd om naar de briefing room te gaan. Oftewel de kamer van de coach en zo. En om daar even naar de kalender te gaan. En dan kunnen we naar de volgende dag om de volgende training te doen. Want ik wil uiteindelijk dat toernooi wil ik gaan winnen, jongens. Oké, als het goed is, hier is de briefing room. Ja, en dan hebben we hier de kalender staan. Kalender. Laten we naar de volgende dag gaan. Daar gaan we, jongens. Het wordt nacht. Oké, ik vind het spannend. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het spannend. Want het schieten, het ging niet ideaal. Ik bedoel, het had veel beter gekund. Ik heb echt iets van 2 goals maar gemaakt. Oké, ik moet met de coach interacten. En ik denk dat de coach weer... Ja, de coach staat weer op het veld. Coach is vroeg op. Hij is er ready om weer te gaan voetballen met me. Hallo, coach. Ik ben klaar voor training vandaag. Oké, we gaan rennen. It's not always a guarantee you'll have the ball all the time. Ah. No matter how good you are. Dus het gaat gewoon om rennen. We'll be looking at tackling. Tackelen! Oh, we gaan tackelen vandaag. Oké, ik moet proberen de bal te tackelen. Oké, jongens, ik moet hem tackelen voordat hij in het rode gebied is. Oh, dat is snel. That's better. Ja, ik heb hem. Ik heb hem. Oké. Like nog een keer proberen. Komt hij, jongens. Voordat hij daar in het rode gebied is, moet ik hem tackelen. Oké, en het moet terwijl mijn balken in het groen is. Komt hij? Nu! Like hoppakee! Oké, snel rennen. Hij mag niet in het ding komen en mijn balk moet in het groen zijn. Almost. Oh, dat is een slechte tackle. Oké, hij moet eerst groen zijn. Great nu! Work. Hoppakee! Zoals jullie kunnen zien, die balk onderin die moet in het groene zijn en dan moet ik tackelen. Dan moet ik de bal Almost. Van hem afnemen. Try nu was hij in het rood. Oh, wat irritant. Het is moeilijk, moet ik zeggen. Hoor. Nu! Hoppakee! Ja, dat gaat zo, jongen. Ik ben beter in tackelen dan in scoren tot nu toe. Maar ik wil ook wel beter worden in scoren. Oké, nog eentje. Hij wil nog eentje. Hij wilde nog eentje. Kom maar. Dan doe ik dat. Oh, dat was slecht. Ja. Ik ga tackelen. Geen zorgen. Boom! Huh, die was toch goed? Oké, dit wordt hem, jongens. Dit wordt hem. Oh, nee. Ik was te laat. Dit wordt hem dan. Die bal moet in het groene zijn. Dat is nog best moeilijk. Ja! Well, we hebben hem. We hebben hem.
Oké, jongens, dat was weer de training voor vandaag. We gaan weer even naar de kalender toe en dan gaan we naar de volgende training. 1 dag later. Zo, we zijn weer een dag verder en het is weer tijd om met de coach te praten. Ik ben benieuwd wat de training voor vandaag voor gaat stellen. Ik heb getackled, ik heb geschoten. Misschien wordt het nu dribbelen. Dat zou ik wel leuk vinden als het dribbelen wordt. Hé, coach, gaan we dribbelen vandaag? Oké, jongens. Vandaag gaan we, hoor ik net van de coach, gaan we pasen. De bedoeling is dat ik deze bal in het groene vakje daar krijg. Door middel van, ik gok gewoon me ernaartoe te kijken en dan er tegenaan te lopen. Oh, zo. Boom. Not as clean as a bijna, bijna. Oké, okay, kan beter. Kan beter. Oké, okay, in het groene vak links. Rechts is allemaal rood, dus de bedoeling is dat we er tegenaan rennen. En dan moet ik... Oh, kijk. En als het goed is nu, boom. Hoppa. Was die wel goed, toch? Was die niet goed? Hij blijkt niet goed te zijn. Zo dan. Hoppakee. Ja, die was goed. Die was top. Oké, dan gaan we nu deze doen hier. Deze hoeft niet zo moeilijk te zijn. Die was ook goed. Oké, we moeten alle vakken doen, jongens. Dat kunnen we. Alle vakken kunnen wij doen. Dit is ook goed zo. Hoppakee. Waar is hij nu? Oeh, nu moet ik over de rode vakken heen schieten. Kom op. Ponk. Over de rode vakken heen. En dat is behoorlijk hoog, zoals dit. Maar die was niet goed. Overduidelijk was die niet goed. Deze wel. Oh, ik moet sprinten. Ik moet even iets meer power in die bal krijgen. Ja, zo. Moet ik dan een stuk hoger kijken? Is dat het? En dan gaat hij omhoog. En als ik nou laag doe? Hmm. Ik kan er ook een beetje heen dribbelen zoals dit. En dan hem gewoon langzaam inschieten. Oké, dat kan ook. Oké, jongens, we doen een beetje dribbelen in de tussentijd. We dribbelen met de bal die kant op en dan passen hem zo het vak in. Hoppakee. En we gaan nu pakken we de snelheid erin. Nu pakken we de snelheid erin. Hoppakee, hier. Kijk, jongens, komt hij. Komt hij. Hoppa, hier. Oh, daar gaan we. Met de bal in de hand. En de voet bedoel ik. Hoppakee. We beginnen goed te worden in voetbal. We beginnen echt goed te worden in voetbal. Kijk deze dribbelactie hier. En dan zo, last minute. Hoppa. Nice. Juist. Nog één vak, jongens. Nog één laatste vak. Daar gaan we met de bal. Ponk. Hoppakee. We zijn een goede teamplayer, jongens. We zijn een goede teamplayer. Ik wil heel graag voor de Pro League spelen. Oké, de coach vindt het alweer goed, jongens, voor vandaag. Weet je, we mogen ook wel meer oefeningen per dag doen, hè, coach. Ik hoef niet specifiek maar één kleine oefening te doen elke dag en dan weer te slapen. Ik ben wel ready om meer te doen op een dag. Maar we doen wat de coach zegt, jongens. Luisteren naar je coach. Altijd luisteren naar je coach. Laten we in tussentijd, even voordat we gelijk weer een nieuwe training doen, wil ik wel heel even op avontuur gaan. Even kijken hoor, want dit zijn de locker room is dit. Hier heb ik ook mijn coins. Oh. Oh. Als ik genoeg munten heb, kan ik andere outfits krijgen. Want we hebben nu natuurlijk het gele outfitje. Ik moet zeggen, die past wel bij mijn outfit. Maar ik wil misschien wel andere. Wat kan ik nog meer? Andere voetballen? Oh, we kunnen een andere voetbal kopen, jongens. Oké, wat kan ik nog meer? Oké. Is voor nu even goed. Voor nu even goed. Laten we gewoon, voordat we gekke dingen gaan kopen, even naar bed. Even rusten. En dan doen we volgende training. En wie weet kopen we morgen een leuke nieuwe voetbal of zo. Wederom 1 dag later. Oké, het is een nieuwe dag. En ik hoop echt heel erg dat we vandaag dribbelen gaan leren. Als we zouden dribbelen, zou ik zo leuk vinden. Kom op, coach. Laat me dribbelen. Voor de laatste sessie. Dribbeling. Yes, we gaan dribbelen. Oké, jongens. We moeten om deze pionnetjes hierheen dribbelen. Laten we even het veld inspecteren. We moeten hier zo omheen. Hieromheen en hier. En dan moet ik in het blauwe gedeelte hier moet ik eindigen. Oké, dan gaan we, jongens. Met de bal. Met de bal deze keer. Dan gaan we. Oh. Oké, en ik moet niet te snel bewegen. Want als het gedeelte in het rood komt... Oké, dan moet ik de bal, dan ben ik balcontrole kwijt. Oké, dit kan ik, jongens, dit kan ik. Gewoon blijven rennen. Kijk, dus nu moeten we even rustig aan doen. Want als het balkje in het rood komt, dan red ik het niet meer. Dan ben ik de balcontrole kwijt. Hoppakee. Oké, deze keer kunnen we iets sneller. We kunnen sneller. Maar pas op dat we de balcontrole niet kwijtraken. Wat een snelheid. Wat een snelheid en sensatie, jongens. Kijk me gaan. We hebben gewoon balcontrole. Die balcontrole is geweldig. Hoppakee. Dit was goed. Dit was geweldig. Oké, we hebben een goede training gehad. Oké, hij zegt dus blijkbaar, jongens, de coach, dat de trainingen heel goed gaan en dat we klaar zijn voor de volgende fase. Alleen weet ik niet wat de volgende fase is. Dat vind ik heel spannend. Dankjewel, coach. Morgen ga ik je niet teleurstellen. We gaan naar huis of naar bed weer. Maar ik ga eerst een andere voetbal kopen. Oké, wat voor voetbal gaan we kopen is de grote vraag. Want ik kan wel alles kopen wat ik wil. Misschien kunnen we een diamond voetbal. Kan dat?
Ja, hier. Hoppakee. Zo, we hebben een diamond voetbal geselecteerd. We zijn in een nieuwe fase met de training. We hebben ook een nieuwe bal nodig. En alweer één hele dag later. Goed, jongens, we zijn hier bij een voetbalstadion aangekomen. Dat betekent dat we buiten het nieuwe kleine trainingsgebied zijn. Dat hebben we gehad. Betekent dat we voortaan nu hier leven? Of dat we geüpgrade zijn of zo? Of is dit gewoon even tijdelijk? Laten we in ieder geval naar de coach gaan. Oh, we zijn... Oh, we hebben publiek! Jongens, kijk dit nou! Oh, dat vind ik spannend. Oh, coach, je had niet gezegd dat het publiek zou zijn en dat we binnen zouden voetballen. Nu maak je het me wel heel spannend. Welcome to the amateur league. Oh, de amateur league. This week we're going to take it up a notch. Oh, jee. You're one step closer to your dream team. So let's keep the energy high and train harder than last. Oké, we zijn dus in een soort league, maar nog steeds met trainen. Shooting and dribbling to start simulating a match. Oh, oké, jongens, dus we moeten gaan dribbelen en schieten. En dat is zeg maar de nieuwe training. Dus voordat we überhaupt nog, want we zijn natuurlijk aan het oefenen om mee te gaan doen met het grote toernooi. Maar voordat we dat kunnen doen, moeten we nog een paar trainingen verder doen. Nu met publiek ook. En nu gaan we dribbelen en schieten op hetzelfde moment. Oké, daar gaan we, jongens. Er zijn zelfs tegenstanders. Oh, dus zijn ze als tegenstander. Oké, ik moet niet in het rood raken. Want dan... En de bal mag ook niet bij hun in de buurt komen. Want dan verlies ik het balbezit. Dus even rustig aan. Even rustig aan. Zo, weer de controle over de bal. We hebben onze nieuwe diamantenbal. En komt die? Oké, wel dan. Oké, prima. Oké, dus we hebben eerst gedribbeld. Dat was goed. Maar we mochten niet schieten. Ik had gedacht dat we ook zouden schieten. Oh, daar gaan we, jongens. We gaan schieten. Met een keepertje erbij. We gaan in de rechterkruising. Dat is namelijk mijn... Gelukskruising. 3-2 met de diamondbal. Boom. Hoppa. Oké, dan doen we nu in de linkerkruising. Dat moet namelijk ook wel lukken. Oeh, dit is wel slecht. Oeh, de accuraatheid gaat waarschijnlijk niet helemaal top zijn. Maar nice. We proberen het. Oh, hij was even goed. Maar ik wil herkansing in de linkerkruising. Oeh, ik klikte weer te vroeg. Oké, komt-ie. Boom. Ja, even. Nee, huh? Was die mis? Had de keeper hem of zo? Doen we maar de oude vertrouwde rechterkruising, jongens. De keeper had hem alweer. Hoe heeft die keeper die ballen? Wat een keeper dit. Deze gaat hij niet hebben. Deze gaat hij niet hebben. Oh. Let's do another. Nog één. Vijf, vier, drie, twee. Hey, ik schoot gewoon. Hij schoot niet. I want to see more of that tomorrow. Meer te morgen. Coach, het was helemaal geen goede dag. Ik heb goed gedribbeld, maar het schieten kan toch echt beter. Het schieten is niet mijn sterkste punt, Mac. Ik kan dribbelen, ik kan tackelen. Maar schieten moeten we echt even beter trainen. Maar goed, jongens, laten we naar ons bedje gaan in het nieuwe stadion. We zijn geüpgrade. Hoeveel geld hebben we in de tussentijd? 300. Oh, dat betekent dat we bijna ook een nieuw shirtje kunnen kopen. Ik bedoel, nog een nieuwe voetbal zou een beetje overbodig zijn natuurlijk. We hebben al die diamantenbal. Oh, trouwens. Oh, een TNT-bal. Dat is ook wel cool. En die outfitjes zijn natuurlijk ook hartstikke... We gaan gewoon sparen voor een nieuw outfitje. Eerst gaan we naar bed. Het is wel cool dat we geüpgrade zijn, jongens. We zijn van zo'n simpel buitenveldje gewoon naar een indoor voetbalveld gegaan. Nou, tijd om te gaan slapen. Een nieuwe dag is aangebroken in het grote voetbalstadion. Een nieuwe dag in het grote stadion. Laten we kijken wat voor training de coach vandaag weer voor ons klaar heeft staan. Goeiedag, coach. From yesterday, we'll combine passing and shooting in our drills today. Oké, we gaan weer schieten en dribbelen. Oké, prima. Ik moet zeggen, schieten heeft nog wel oefening nodig. Oh, maar dit is leuk. Nu moeten we in een vakje schieten. Oh, dan gaan we in de rode doen we eerst. Even een simpele in de rode. Fantastic. Hoppakee, dan doen we daarna geel. Dat is iets ingewikkelder. Die gaat perfect zijn. Hoppakee. Mis. Huh? Oh, dan moet ik echt veel accurater schieten, jongens. Dan moeten we echt heel accuraat... Oké, dat is nog best wel moeilijk, moet ik zeggen. Geel is nog best wel... Hé, dan moet ik hoger schieten, zo te zien. Zo, en dan... Boom! Ja! Oké, nou nu in de groene, jongens. Nu proberen we de groene. De groene gaat wel heel moeilijk zijn. Zo, maar... Nee, hij was te laag. We moeten echt accuraat zijn. Hij moet precies goed zijn, dit schot. Ja, dit wordt hem. Boom! Nee! Hoe dan? Oké, misschien die rechter. Kom op. Dit kan niet fout gaan. Nah! Oké, jongens, ik merk al dat ik iets hoger moet schieten dan dat ik daadwerkelijk met dat dingetje mik. Want dan is hier raak 50 punten. Geweldig. Oké, laten we nog even een paar gele doen, want die gele was ook wel op zich te doen. Oh, deze gaat heel niet accuraat zijn. Nee, dat dacht ik al. Veel te ver naar links. En... Oh, wat een scheef schot. Laten we rood doen. We moeten wel een paar puntjes scoren nog. Dat kan ik ook niet eens, jongens. Ik begin te stressen. Oké, kom op. Dit wordt hem. Boom. Fantastic. Ja, punten. Oké, groen. Vijf. 4, 3, 2, 1. Ah, oké. Maakt niet uit. We hebben best wel wat puntjes gescoord. Wat is serieus wat punten gescoord? Oké, jongens, volgende oefening. We moeten gaan tackelen, dribbelen en we moeten gaan pasen. In één oefening, daar gaan we. Oké, ik moet de bal dus blijkbaar gaan pasen in dat vak daar. Oké, tegenaan schieten zo. Hoppakee, boom. Ja, die was perfect. Oké, nog een keer. Komt-ie.
Boom! Ja! Jongens, ik moet zeggen, passen en dribbelen, dat is echt mijn tak, gewoon mijn ding. Dat is gewoon letterlijk mijn ding. Hoppakee, hier zo. En dan weer verder, boom. Hoppakee. Passen en dribbelen, jongens. Daar kan het gewoon niet fout gaan bij mij. Kan niet fout gaan. Hoppa. Oké, nu proberen ze zonder te dribbelen. Gewoon één power shot die kant op. Oh, ik moet eerder schieten, eerder loslaten. Dus, boom! Oké, power shots zijn dus blijkbaar niet echt mogelijk. Het is gewoon de bedoeling dat ik die kant een beetje opdribbel en dan op tijd kan passen die kant. Kijk, dit is gewoon perfect. Stel, er zou daar nou iemand staan, zou die me zo inschieten. Zou die hem zo als penalty basically kunnen... we zijn echt goed. We zijn echt heel goed. Behalve in het afmaken op goal. Daar moeten we echt nog in trainen. Kijk, het publiek dan. We hebben gewoon echt een heel, echt best wel groot publiek. Coach, was de volgende oefening? Tackelen. Oh jee. Dit kan ik. Kom op. In het groen. Oeh, dat is slechte tackle. Dat balkje onderin. Ja, ik snap het, coach. Boom, hoppakee. Oké, nu snappen we hem weer. Tackle is ook niet zo moeilijk. Ik moet gewoon wachten tot hij in het groen is. Elke keer als ik in de buurt ben. Het kan beter. Ik had echt een perfecte tackle. Hier. Oh, bijna. Ik heb echt een perfecte tackle telkens. Hier, hoppa. Nee, die was wel goed. Nee, oké, dan heb ik hem nu onder de knie. Kom maar. Hier, dat tackle ik je weer. Hoppa! Oh, die was mis. Oké, ga maar. Ik liet hem gewoon gaan. Niks aan de hand, jongens. Tackelen we hem weer. En hoppa! Jou tackelen we ook nog even voordat je in het rode vak bent, want dan mag je absoluut niet komen. Zo. Fantastic. 44 seconden, 100 punten. 100 coins. Oh, was een goede trainingsdag dit. Laten we even kijken wat we kunnen kopen. Ik wil wel een leuk extra nieuw outfitje. Ik vind het gele leuk, maar ik wil nog wat nieuws. Ik heb genoeg Oh, die zwarte. Ik wil die zwarte. Wat is dit voor outfit? Oh ja, deze is cool. Dit is nou echt een coole outfit. Ik weet dat ik bij team geel hoor. Maar deze outfit is gewoon echt geweldig. Eén hele voetbaldag later. Coach, ik ben klaar voor een nieuwe dag. We hebben weer publiek. We hebben een prachtig veld. Ik wou zeggen, de zon schijnt, maar voor een of andere reden voetballen we binnen. Maar ik vind het helemaal prima. Oké, jongens, dit is de laatste training voordat we weer naar nog een nieuw niveau gaan. En dat wordt dribbelen en tackelen. Dus niet pasen en tackelen, maar dribbelen deze keer. Oh, wat gaan we doen? Moet ik hem van jou afpakken? Oh. Hé, jongeman. Hier komen. Mijn bal. Oké, maar ik wil de bal afpakken en dan gelijk door. Oh, deze man kan manoeuvres. Oh, kom maar. Hoi, joh. Die man heeft me gewoon uitgedribbeld. Hij heeft me er gewoon uitgedribbeld. Oh, dit is moeilijk. Ja. Oké, dat was een goede tackle. Maar ik wil tackelen en dan bal dan afpakken en dan daadwerkelijk zelf doordribbelen. Maar dat komt later wel. Ik merk dat dat later komt. Eerst moet ik gewoon de bal leren tackelen. Ik snap je, coach. Ik weet dat je aan het coachen bent, maar... Ja, kijk, zo, zie je? Als je me nou gewoon even het momentje geeft, dan lukt het ook wel. Kom hier, jongeman. Mijn bal, hoppakee. Oké, nog eentje. Nog één goede tackle. Nog één exact goede tackle. Kom hier, met je dribbelkunsten. Boom, mijn bal. We zijn geweldig. Oké. Waarschijnlijk is de volgende opdracht dan dribbelen. Want dan hebben we schieten, tackelen, dribbelen, passen hebben we allemaal gehad. Ja, daar gaan we met de dribbel, jongens. Ik ben klaar om te dribbelen. Ik moet oppassen dat ik niet het bal verlies of het balbezit verlies. Dat ik te snel wil. En dan moet ik echt oppassen dat het balkje niet in het rood komt. Hoppa! Dribbelen is niet zo moeilijk. Dribbelen is echt niet zo moeilijk. Het is het afmaken met die stomme keeper af en toe. En die balbolkies, blokjes en zo. Maar die dribbelen hier, kijk dit nou. Kijk dit dribbelen. Kijk me gaan. Ik sprint, ik ben snel. Ik heb balbezit, ik ben Messi. We zijn klaar voor het nieuwe niveau. Volgende week is de grootste challenge tot nu toe, jongens. Ik ben heel benieuwd wat we gaan doen. Maar dat gaan we doen in de volgende video. Vond je het nou zo'n leuke video? Vergeet dan zeker niet te liken. Reageer even als je heel graag het volgende deel wil. Want daar gaan we naar de moeilijkste uitdaging tot nu toe. En wie weet is in de volgende video dan ook wel gewoon het toernooi waar we het over hebben. Het voetbaltoernooi. In ieder geval voor nu, kijk lekker deze video. Dit is namelijk ook een hele leuke video. Als je die nog niet gezien hebt, moet je hem zeker even kijken. Een hele goede aanrader om gewoon even nu op het beeldscherm te zetten en even te kijken. En nu spreek ik later. Glaasje water, televisie, bier. Tot de volgende keer.